Daar zijn we. En vandaag zijn we in Parc du Bocas. Hallo iedereen, tofje, kijk, dit is een nieuwe video. Vandaag zijn we in Parc du Bocas. Zoals jullie zien, een nieuw Frans pretpark hier voor mij. Dit is ook het eerste park na de trip van Dubai. Eerste indruk is wel, het is hier wel veel heuvelachtiger dan ik eerst had gedacht. We zullen beginnen met Orochi. Presentatie is hier wel heel chic hoor, check het. Het is echt in een trench gebouwd. En dan hier ook de mooie overbank. Maar het is nu tijd om in te stappen. Ja, Orochi, echt een hele goede achtbaan, hetzelfde als Energylandia, maar deze is veel, veel mooier afwerkt. Ja, echt eigenlijk een heel soepele topbaan. En de volgende attractie wordt lekker nat worden. Het is eigenlijk exact hetzelfde zoals in Fantasia, maar dan van Soket. De tijd om te sterven is begonnen. Ik heb hier echt zwaar geen zin in, dan wordt hij weer zo nat. Ja, nee. Oh nee. Oei, de dino's zijn ontsnapt uit de kooi. Oei, oei. En hier zijn elementen en plant voor te veel van kunnen maken. Stop al. Nee. Oh, dat is dit ding. Dit ding was echt niet normaal, man. Jij kan het conformen, nee. Maar ik ben kletsnat van die laatste golven hier. En de volgende achtbaan wordt een Zomperla Wildmouse. Op camera zie je het beter wat het de naam is, maar in real life moet toch al een beetje kijken hoor. Zomperla Mouse. Ja, speciaal ding. Jurassic Twister was eigenlijk heel traag, ook voor dat type. We spinnen niet zoveel, jullie zagen het. Het duurde eigenlijk echt lang. Opeens moeten we hier random over een brug. Ja, heel speciaal. En hier zie je ook gewoon de baan dat hier onderdoor gaat. Ja, speciaal. En dat was hier blijkbaar de oude ingang vroeger, maar nu hebben ze het in het park verwerkt. De volgende attractie, Fort Odin. Dat ziet hier wel heel indrukwekkend uit, vind ik persoonlijk. Ja, ik ben benieuwd. Een nieuw soketbaantje. Hiervan zijn er niet zoveel. Dus ja, ik ben benieuwd om nog een keertje te doen. Ja, daar gaan we. Odin. Het zal weer wel worden. Oh, nee.
Fortodin is eigenlijk een genurfde versie van Gaz Express in Bagatelle. Het is een beetje hetzelfde, een klein beetje anders, maar zo, alleen, het main layout ding is heel hetzelfde. Alleen een zwaar genurfd. De volgende taxi is weer iets heel speciaals, dus ik ben er benieuwd naar. Oh nee, wat wordt dit? Dit wordt iets heel raars. Bij hen dan. Bloemetjes en beetjes. Ja, wel met beweging. Heel veel beweging wel. Wel mooi. Cool. Met schermen ook en al, beweging. Ja, top. Oh, dat is hier wel een mooie scène hoor. Echt chic. We gaan op een feestje gaan. Daar al een rat dat heel ronddraait om heel duizelig te worden. Deze kerk moeten we wel missen, jammer genoeg. Op deze hele construction site. Honing maken. Wat is dit opeens? Allemaal beers. Fabriek of zo voor honing. Eenmaal doen een keer rust, dan moet dat zo snel gaan. Amai, die zijn toch ook dronken. De bijenkoningin. Ja, mooi. Dat blijft hier maar duren. Amai, het is wel anders dan de Dubai Dark Ride. En we hebben het gevonden. Het einde van de Dark Ride. Ja, Appiland. Zeker niet overstaan als je er komt. De bouw van buiten ziet er fucking skeer uit, maar van binnen een van de betere dark rides dat ik toch heb gedaan. Echt heel heel mooi. Speedy Gonzales wordt de volgende. Zeg, het was geen verkeerd baantje, maar nog altijd ja, een familiebaantje. Hè. De volgende attractie die we gaan doen is de laatste kinderachtbaan hier. En dan hebben we alle 50 credits behaald. We zitten nu in de boerderij. Ja, wel een veel themadeel hier vind ik nog. Hier zo'n spel staat hier ook, dat je een billenwaarde niet hebt, ook als nieuwigheid van vorig jaar. Hier is hij, de laatste achtbaan die we moeten doen. Voilà, credit 385. Zo'n kleine bro familieachtbaan. Ik ben benieuwd, het is heel skeer. Oh nee. Maar dat is echt belachelijk skeer. De kinderachtbaan was een kinderachtbaan, ja, niks speciaals aan eigenlijk. Blijkbaar zijn de wc's hier wel heel cursed. Oh nee, Savannah. Nee, er komt geen pestshot deze keer. Ze hebben hier nog een dark ride, dus we gaan een keer kijken wat dat is. Terwijl we wachten gaan we genieten van de speciale Red Bull, want die is echt goed. Ja, dat moet niet filmen, het is weer zoiets, ja, iets skeers. Hoe skeer en hoe fout is dit? Leuke attractie, hè? Echt skeer. Ja, eigenlijk iedere attractie nu die een beetje de moeite waard is, hebben we gedaan. Dus ja, ik zal je wat straks meenemen met een ride op Orochi, denk ik. Ben iets vergeten, hè? De drop tower nog. Ik ben nog een taxi vergeten. Hier de Wild Rapper Trevor. Voilà, we hebben heel staande gezicht in beeld. Ik stoor niet. Ik zit al gewoon. Ja, leuk hé. Ze zullen een keer lachen op mijn werk. Oh nee. Maar niet te veel draaien. Nee, niet draaien. Oh. Niet draaien. Kan niet dat worden? Kan niet dat worden? Nee. Klein beetje nat. Het is lekker zwembroek. Ja, wel. We gaan nu dit doen. Een disco coaster. Wee. Amai. Ik had beter gezwegen. Dat is niks aan, hè. Ik had beter gezwegen. Sorry, Zamperla. Ja, mijn bal zijn al plat aan het worden. Nice. Zamperla, sorry. Sorry dat ik je buiten zo, maar mijn bal nu niet plat, nee. Oh, dit doet pijn. Dit doet echt pijn. Nu gaan we de laatste grote attractie doen hier in Vrije Val Toren. Wee. Lekker skeer, Zamperla. Leuk je de Zamperla drop towers. Die zijn echt aan goed heen. Oké. We gaan nu het laatste doen van de dag. Het staat voor me. Ik zal het jullie tonen. Nog een ritje op Orochi als laatste hier vandaag. En daar zijn we.
En met ons ritje Orochi gaan we de dag hier verlaten. En dat was het voor het dagje Park de Bocaya. Wat vond ik van een heel leuk klein parkje. Ja, wel, ja, mooi aardje, alles was dat mooi. En ja, een leuk parkje om te bezoeken. Ja, korte auto's. Stay upside down.